52 dagen na die wonderlijke promotie is dit weer de eerste wedstrijd van Go Ahead Eagles in Terwolde tegen RKC. Vier nieuwe aanwinsten maken vandaag hun debuut voor Go Ahead Eagles, waaronder deze Ragnar Orad Mangun, overgekomen van Cambuur Leeuwarden. Bij RKC Waalwijk ook een nieuwe speler op het veld en die kennen we nog. Alexander Buettner, oud Manchester United, test hier Noppert. Maar Go Ahead Eagles mist eigenlijk in de as van het veld nog heel veel nieuwe spelers. Waaronder centraal achterin na het vertrek van Sam Beuken. Maar Alex de Jong is een jeugdspeler. Gaat hier de fout in? Dan is het Oekili die ermee vandoor gaat. Legt hem breed op Daniels. En die zorgt voor de 1-0 voor RKC Waalwijk. De nummer 15 uit de Eredivisie van vorig jaar. Kees van Wonderen gebruikt in deze wedstrijd 25 spelers. Waaronder een aantal stagiaires. Dit is Kwarteng. Zijn laatste club was HSV. Daar komt ook Ogechika Hel vandaan. Hij werd al wel vastgelegd. Maar hier zien we Kwarteng in de 1-2 met Janis Botos. En Kwarteng schiet hem in de verre hoek. Mooie goal. En hij laat zich dus zien. 1-1 is dan de stand. Het is een wedstrijd met eigenlijk heel weinig mogelijkheden. Van beide kanten is het nog wat zoekende in die eerste wedstrijd. Met veel jeugdspelers. Waaronder ook Olaf Kok in de spits. Hij probeert hier achter het standbeen langs. Maar blijft dus bij 1-1. Conclusies verbinden aan deze oefenwedstrijd is wel heel erg vroeg. Go Ahead Eagles mist daarvoor op te veel belangrijke posities nog nieuwe spelers. Maar Kees van Wonderen ziet zijn ploeg wel stand houden tegen RKC. 1-1 gelijkspel.